Een wintersprookje, deel 1. Goedemorgen, Pok. Ja, het sneeuwt. Maar de deur wil niet open. Huh? Kijk. Oh, nee, hij zit op slot, Sue. Ziezo, kijk. Oh. Sue, ik denk niet dat het zo'n goed idee is om een sneeuwpop in huis te gaan bouwen. Dat doe ik niet. Ik bedoel... Het is geen sneeuwpop. Ik ben het. Brrr. Ik kan niet buiten spelen, Pok. Niet voordat we de sneeuw voor de deur hebben weggeruimd. Snel, kijk naar buiten. Het heeft gesneeuwd, Sue. Ja, weet ik, Omi. Wat mooi, hè? Oh, ja. Ik hou van sneeuw. Het maakt de winterver zoveel meer... Nou, winters. Ik ben echt dol op de winterver. De winterver? Helemaal vergeten. Ik heb er wel weer zin in, hoor. Maar als er zoveel sneeuw ligt, komt er misschien wel helemaal niemand. Oh, ga je voor iedereen een lekker omeletje bakken? Straks misschien, schat. Maar eerst ga ik ons hier even uitgraven. Moet dat per se met mijn bakpan? Sue en ik moeten naar de garage. Is dat zo, opa? Waarom? Als jij helpt met sneeuw ruimen, laat ik het zien. Poeh. Weet je wat ik denk, Sue? We zijn nu net twee echte poolreizigers op expeditie. Ja, stel je toch eens voor dat je vastzit in de sneeuw op de Noordpool. We hadden ons basiskamp beter niet kunnen verlaten met dit weer. Misschien staat er wel een hele grote ijsbeer om de hoek. Rustig maar, Pok. Opa en ik doen maar net alsof. Is je sneeuwschep klaar om te scheppen, ontdekker Sue? Eén sneeuwschepper staat voor u klaar om sneeuw te scheppen, ontdekker opa. Met een beetje geluk doen we dit voor de laatste keer, Sue. De sneeuw gaat toch niet smelten, opa? Oh, ik denk het niet, hoor. Maar waarom hoeven we dan geen sneeuw meer te scheppen? Wacht maar even, Sue. Wacht maar. Zo, eens kijken. Waar staat de grasmaaier ook alweer? Ah, daar staat hij. En dan nu nog de skelter die we van de zomer hebben gemaakt. Goed zo, Pok. Gevonden. Arme Pok. En we hebben nog een paar metalen platen nodig. Ik denk dat hier nog iets staat. Eens even kijken. Woehoe! Opa, dit is geweldig! Huh? Kijk nou eens! Hoi, pap! Dat noem ik nou nog eens een uitvinding. Wat vind je van onze sneeuwschuiver, pap? Hij is fantastisch. Dat hebben jullie goed gedaan, hoor. Daarmee hebben jullie de sneeuw vast en zeker zo weggeruimd. Bij ons ben je aan het juiste adres voor een sneeuwvrij tuinpad. Hey Sue, heb je een sneeuwschuiver? Hebben opa en ik gemaakt. Best wel cool, hè? Het is zeker cool. Kom je even als je klaar bent? We kunnen niet naar buiten. Hoor je dat, opa? We moeten Elsie
lopen. We komen eraan, hoor. Wij konden net ook niet naar buiten, Elsie. We moesten een weg naar buiten graven en toen kwam opa dus met dit idee. Toen zijn we de sneeuwschuiven gaan maken en toen... Hé, hey, waar komt dit lieve kleine vogeltje nu ineens vandaan? Die hoort bij mij. En hoe zijn jullie hier binnengekomen? Wij zijn sinds gisteravond ingesneeuwd. Dit zijn Siegmund en Zarathustra. Het zijn vrienden van mij. We zijn iets aan het maken voor de winterfair. Je hebt toevallig geen koekjes bij je of wat melk? Ik heb zo'n trek in een kopje thee. Oh, ik had het gisteravond druk en was vergeten om naar meneer Zoe te gaan. En toen ik eraan dacht... Waren we ingesneeuwd? En nu zitten we zonder brood en melk. En als we niet naar buiten kunnen, kunnen we ook niet verder werken aan onze verrassing voor de winterfair. En we zullen verhongeren. Maar jullie kunnen weer naar buiten. We hebben net jullie pad sneeuw vrijgemaakt. En wij kunnen wel voor jullie naar de winkel, hoor. Oh, gewoonweg geweldig. Oh, maar dat is fijn. Wat zouden we zonder jullie moeten? Kom mee, Zoe. Dan zullen we onze sneeuwschuiver weer even opstarten. Ga je met ons mee, Elsie? Oh ja, toe. Ja! Yeah! Je moet wel een helm op. Ik ga mijn fietshelm halen. Volgende halte, meneer Zoe. Ja! Yeah! Tot straks. En bedankt maar weer. Dag, mam. Dag. Opa, Zoe, waar gaan jullie naartoe? We gaan naar meneer Zoe. Boodschappen halen voor Elsie's moeder. Willen jullie voor ons ook iets meenemen? Oma en ik moeten nog taarten bakken voor de winterfair. En we hebben daarvoor bijna niets meer in huis. Komt goed, wij nemen het wel mee. Even wachten, ik maak een lijstje. Doedoet. Iedereen opzij. Ah. Hallo, meneer Zoe. Oh, hallo. Hoi. Nee, maar wat een verrassing. Ik verwachtte vandaag eigenlijk geen klanten door die sneeuw en alles. Oh, maar wij hebben een sneeuwschuiver. Die hebben opa en ik gemaakt, dus wij komen overal. Dat vind ik fijn om te horen. Het was hier vanmorgen wel erg stil, alleen Zack en ik. Hoi, Zoe. Hallo, Elsie. Hoi, Zack. We hebben een sneeuwschuiver. Wauw. Een sneeuwschuiver. Zo, wat mag het zijn? Ik heb hier een lijstje. Oh, en Elsie's moeder wil graag brood en melk. Bloem, ja, dat heb ik. En boter, oh ja. Huh? Pok, vogelzaad staat volgens mij niet op het lijstje. Moet je nou toch zien? De hele dag zonder klanten. En nu komt ineens iedereen tegelijk. Ja, nou, ik denk ook niet dat alle klanten even goed zijn voorbereid als ik op die wintersomstandigheden. Papi en ik gingen naar de garage en daar deden twee grote mannen hele grote kettingen om de wielen, zodat we niet kunnen slippen in de sneeuw. Ja, wij zijn waarschijnlijk de enige mensen die hier kunnen komen. Oh, dan zijn wij zeker heel bijzonder. Oh, hallo daar. Hallo. Hallo. Wij hebben sneeuwkettingen. Oké, wat kan ik voor je doen, Xavier? Oh, alleen wat koffie voor in de winkel. Alsjeblieft. Zet maar op mijn rekening, alsjeblieft. Zinnia, popje, kom maar mee, liefje. Mami is vast al ongerust. Dag. Dag allemaal. Dag, oom Xavier. Dag. Zo, dit moet het zijn. Meneer Zoe, Zack wil ook graag een rondje op onze sneeuwschuiver. Mag hij alstublieft met ons mee? Doe, pap. Sue zei dat we daarna bij hem in de sneeuw kunnen spelen. Ik zou niet weten waarom niet, Zack. Toe, trek jij je jas maar aan, dan pak ik de boodschappen wel in. Jippie! Haha, wee! Een sneeuwschuiver. Ik heb nog nooit op een sneeuwschuiver gezeten. Waar staat hij? Hij is weg. Opa,
Waar kan een sneeuwschuiver zijn? Ik heb geen idee. Maar zodra we de boodschappen hebben bezorgd, gaan we het uitzoeken. Oké. De picknicktrein. Tjoek-tjoek, aan de kant voor de zoetrein. Tjoek-tjoek, 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 tjoek-tjoek. Tjoek-tjoek, tjoek-tjoek, tjoek-tjoek. Tjoek-tjoek. Stop! Ik heb ook nog wat spullen die mee moeten. Hoeveel? 1, 2... Nu heb je in elke wagon een lading bloemen. Maak snel plaats voor de bloementrein. Tjoek tjoek, tjoek tjoek, tjoek tjoek, tjoek tjoek, tjoek tjoek, tjoek. Speciale bestelling. Zijn die van mij? Bedankt. Wat kan er nog meer in jouw trein, Sue? Bok wil wel mee. Tjoek tjoek. Tjoek tjoek. Maak plaats voor de Bok sneltrein. Toet toet. Tit tit. Tjoek tjoek. Tjoek tjoek. Oeps, we waren je bijna kwijt, Bok. Tjoek tjoek. Tjoek tjoek. Tjoek tjoek. Hallo, opa. Hallo. Opa, heb jij nog dingen die we voor je kunnen meenemen? Nu je het zo vraagt, jazeker. Sappige, rijpe tomaten. Je moeder wacht er al op. Hoe sneller ze ze heeft, hoe verser ze zijn. Iedereen aan boord van de tomatentrein. Tjoek, tjoek. Tjoek, tjoek. Dag. Tjoek-tjoek! Verse bestelling uit de tuin! Tomaten! Opa's beste! Precies wat we nodig hebben voor de picknick. Wat nemen we nog meer mee, mam? Broodjes, bananensmoothies en fruit. En brood voor de vogeltjes. Laten we Zek gaan halen! Ja! Ja! Wacht even. We moeten de picknick eerst nog inpakken. Oh. Mam, mag de picknick mee in mijn trein? Is er genoeg plek? Oh ja. Kijk, we hebben 4 wagons. Dus voor iedereen 1. Sinia, Elsie, Zek en ik. Susan picknicktrein. Wat goed bedacht, lieverd. Laten we gaan inladen. Zo, we hebben alles. Dan gaan Sue en ik Zek ophalen. De meisjes en ik zien jullie straks bij de fontein in het park. Hier komt de picknicktrein. Voorzichtig, Sue. We mogen de picknick niet verliezen. Je trein volgeladen, Sue. Sue brengt voor ons de picknick naar het park. Huh? Welke is voor mij, Sue? Kijk, Zek. Jouw picknick zit in de 3e wagon. En welke is van jou? Die van mij zit in de 4e wagon, achterin de trein. Jam! Ziet er goed uit. Wanneer gaan we eten? Zodra we in het park zijn, Zek.
Kom mee, Zoe. Met hoge snelheid vooruit. Ja, veel plezier. Tjoek-tjoek. 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 Doet-doet-doet. Doet-doet. Hier komt de picknicktrein. Ja, daar is het eten. Yummy. Laten we een mooie plek zoeken voor de picknick. Niet nu, Pok. We zoeken een gezellig plekje voor onze picknick. Misschien in de schaduw van die grote boom daar? Perfect. Ja! Hoera! Tjoek-tjoek! 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 De trein komt aan op het station. Ja! Yeah. Yeah. Wat dom van me. Ik ben het brood voor de vogeltjes vergeten. Geef niet, tante Zelda. Ze mogen wel mijn korstjes. Dat is heel aardig van je, Zoe. Picknicktijd. Elsie? Bedankt, Zoe. Zinnia? Bedankt, Zoe. En Zack? Dank je. En waar is jouw picknick, Zoe? Oh nee, hij is weg. Oh, hij lag er nog toen we vertrokken. En hij zat er nog in bij de winkel van meneer Zoe. En hij lag er nog toen we bij het park en kwamen. Maar waar is hij nu? Kom mee, eens kijken of we hem kunnen vinden. Dan blijf ik hier en let op de picknick. Nee, de wind kan echt geen bananensmoothie wegblazen. Dat is te zwaar. Hè? Misschien is er wel een kinderwagen of een fiets overheen gereden. Als dat zo was, dan zou hij wel platgereden op het pad liggen. Oh, waar kan hij zijn? Het komt wel goed, Bizou. Iedereen wil heus wel zijn picknick met jou delen, hoor. Hier, Zoe. Neem mijn smoothie maar. Bedankt, Elsie. En van mij krijg je een broodje. Bedankt, Zinnia. Hier, mijn appel. Dank je. Er is genoeg te eten voor iedereen. Vergeet niet je korstjes voor de vogels te bewaren. Maar ik heb alles al op. Volgens mij wil Pok ons graag iets laten zien. Erachteraan. Wat heb je daar, Pok? Dat is mijn broodje. En mijn bananensmoothie. En mijn appel. Maar dat is jouw picknick. Bedankt, Pok. Maar wat is Pok nu aan het doen? Oh, ik snap het. Pok laat ons zien wat er met mijn picknick is gebeurd. Hij is uit mijn trein gevallen. Oh. Huh? En onder de bosjes gerold. En wij hebben er niets van gemerkt. Maar Pok wel. Dan nemen we je bananensmoothie en je appel maar weer mee naar huis toe. Mag ik mijn broodje hier laten? Waarom, Bizou? Nou, iedereen heeft zijn eten met mij gedeeld. Dus nu kan ik mijn eten met de vogels delen. Rustig maar, Pok. Ik heb speciaal iets voor jou bewaard. Kijk maar in mijn trein. Ha ha.
Allemaal aan boord van de picknicktrein. Zoo en de babyvogel. Je krijgt me toch niet te pakken. Ik ben veel sneller dan jij. Oh, wauw. Heb je me mooi te pakken, Pok? Tikkertje spelen met jou vind ik altijd echt superleuk. Hoorde je dat ook, Pok? Wat denk je dat het is? Het komt geloof ik daar vandaan. Kom mee, even kijken. Kijk, een babyvogel. Arm beestje, hij heeft pijn volgens mij. Waar zouden zijn ouders zijn? Kom mee, Pok. Brengen we hem naar opa en oma. Die weten vast wel wat we met hem moeten doen. Opa, oma, ik heb wat gevonden. Oh, arm klein vogeltje. Zeker uit zijn nest gevallen. Kijk, oma. Hij rilt helemaal. Hij heeft het vast koud. We moeten hem opwarmen. Nou, het beste is om hem in een kleine kartonnen doos te zetten. Een kartonnen doos? Ik weet waar we die kunnen vinden. Loop je met me mee, Zoe? En de babyvogel dan? Maak je geen zorgen. Daar let ik zo lang wel eventjes op. Eens even kijken. Waar zijn die doosjes gebleven? Kijk. Wat denk je, Zoe? Die is perfect, opa. Oma, oma, kijk wat ik gevonden heb. Oh, die is perfect. Dat zei ik ook. Kijk eens, toen je weg was, heb ik deze watten gepakt waarmee we een fijn nestje kunnen maken. Zo, hierin ligt jouw babyvogel zacht en warm. Pok, dat is niet voor jou. Dat is voor de babyvogel. Doe maar, een heerlijk nieuw nest. Voorzichtig, Zoe. Dat ben ik, oma. Ik doe heel zachtjes. Zo. Zo lig je echt lekker zacht en warm. Nee, Pok. Wij doen straks weer Tikkertje. Ik moet nu op de babyvogel letten. Ik geloof dat onze kleine gast honger heeft. Wat eten babyvogels? Ik heb eens gelezen dat het beste noodvoer voor babyvogels kattenbrokjes zijn. Kattenbrokjes? Ja, reken maar. En meneer Zoe verkoopt die vast en zeker in zijn winkel. Ah, kijk eens aan. Dank u, meneer Zoe. Maar jullie hebben toch helemaal geen kat? Het is ook niet voor de kat. Het is voor een babyvogel. Ja, in kattenvoer zit alles wat een klein vogeltje nodig heeft. Oh, hoe is dat zo? Kijk, zo leer je elke dag iets nieuws. Tot ziens, meneer Zoe. Tot ziens. Denk eraan de brokjes in warm water te weken. Dan worden ze zacht. Ja, opa. Ik doe precies zoals je het me gezegd hebt. Eet maar op. Dit is echt goed voor je. Nee, Pok. Niet doen. Het is niet voor jou. Alsjeblieft. Hallo? Mam, pap, kijk. Ik heb een vogeltje gevonden. Opa en oma en ik voeren hem. En we hebben zelfs een nest gemaakt. Oh, wat is hij schattig. Ja, en hij kijkt heel tevreden. Mag die bij mij op de kamer? Toe, toe. Nou. Oh, alsjeblieft. Oké, Bizoe. Vannacht mag babyvogel in je kamer slapen. Ja, dat is gaaf. Zo dan.
Dit is een heel goed plekje. Slaap lekker, vogeltje. Trust de bok. Bok? Die slaapt zeker al. Jouw babyvogel voelt zich vanochtend al een stuk beter. Denk je echt, oma? Want ik heb heel goed voor hem gezorgd. Ik heb een verrassing voor je, Zoe. Wauw, je hebt een vogelhuisje getimmerd. Prachtig! Als onze kleine gast een beetje langer wil blijven, heeft hij zijn eigen huis. Dus, wat vind jij van Zoe? Is dit een mooi plekje? Ja, helemaal goed, opa. Hij moet alleen niet te hoog hangen. Zo dan. Een gloednieuw huis voor onze kleine gast. Wat is er, Pok? Ben je ziek? Kom maar mee, dan zal ik voor je zorgen. Blijf maar hier. Dan haal ik iets te eten voor je en dan maak ik een lekker nestje. Pok, wil je ook nog iets te drinken hebben? Pok, maar je bent helemaal niet ziek. Denk je soms alleen maar alsof, zodat ik voor je zou zorgen? Oh, Pok. Opa! Opa! Wat is er met Pok aan de hand? Hij deed net alsof hij ziek was, zodat ik voor hem zou zorgen. Als je het mij vraagt, jongen, is Pok een klein beetje jaloers. Maar waarom is hij jaloers? Dat hoeft toch niet? Nou ja, Zoe. Sinds het babyvogeltje er is, heb je nauwelijks naar Pok omgekeken. Misschien is hij bang dat hij je vriendje niet meer is. Oh, dat had ik niet door, opa. Kijk, opa. De babyvogel probeert te vliegen. Maar het lukt hem niet. Dat is volkomen normaal, Zoe. Zijn papa en mama zijn er niet om het hem voor te doen. Maar dan leer ik het hem. Kijk, zo werkt vliegen. Klap hem met je vleugels heel hard. Alleen het probleem is, ik ben een zebra en die kunnen niet vliegen. Opa, hoe zou ik hem anders kunnen helpen? Nou, misschien heeft hij gewoon wat hulp nodig om sneller te gaan. Natuurlijk, opa. Ik ga hem helpen sneller te gaan. Kom op, klap je vleugels zo hard als je kunt. Doe maar, vliegen. Ja, kijk opa, hij vliegt. Oh nee, Pok, je hebt het babytje gered. Dank je wel. Kijk opa, Pok leert hem hoe hij moet vliegen. Wauw, hij vliegt! Oh, bedankt, Pok. Eerst heb je hem gered en toen heb je hem leren vliegen. Het spijt me, Pok. Ik heb helemaal niet met jou gespeeld sinds we het vogeltje hebben gevonden. Ik wou je niet jaloers maken door niet naar je om te kijken. Kun je me vergeven? Je bent echt mijn allerbeste vriendje. Zo te zien heeft onze gast zijn ouders weer terug. Ik ga babyvogel nog missen, opa. Ach, kop op, Zoe. Hij komt vast nog wel eens een keer op visite.
Nou, dat vogelhuisje is niet meer nodig. Ik ga het maar weghalen. Nee, wacht, opa. Laat hem hangen voor Pop. Dan heeft hij twee huizen. Eentje binnen en eentje hier in de tuin. Goed idee, Zoe. Dan schilder ik er zwart-witte strepen op. Zo denkt hij aan zijn beste vriendje. De botenrace. We zijn bijna klaar met opruimen, Zoe. Dan gaan we naar het park. Oké, opa. Wow! Oh, je hebt de boot van je vader gevonden. Toen hij jouw leeftijd had, hebben we daar veel mee gespeeld. Hij heeft alleen wat verf nodig. En een paar nieuwe zeilen. Teken jij de zeilen na op papier, Zoe? Dan knip ik straks de vormen uit voor de nieuwe. Ja, opa. Ik begin met verven. Zoe. Nu lijm ik het touw eraan vast en dan binden we het zeil aan de mast. Bijna klaar. Oh, zo te zien is de lijm op. Oh. We halen even nieuwe bij meneer Zoe. En dan gaan we daarna zeilen met de boot. Oké, opa. Kijk, kapitein Pok. Zoe? Hallo, Zelda. Hallo, Zinnia. Hallo. Hey, hallo, Zoe. Wat heb jij daar een mooie boot? Oh, laat eens zien. Ik heb ook een boot, maar dan een met een afstandsbediening. Hoi, Zoe. Wat een mooie boot, zeg. Hij was van Pop. We gaan straks zeilen in het park. Ja, we hebben hem opgeknapt, maar nu zitten we dus helaas zonder lijm. Ja, kijk eens. Perfect. Ik heb een idee. We houden een wedstrijd op het strand. Ja, dat is leuk. Mag dat, opa? Als jij dat ook wilt. Oké, Zinnia. Een wedstrijd. Ik zie je straks. Tot straks. Ik kom kijken. En ik ben voor Team Zoe. Veel plezier. Mijn boot nou winnen van Zinnia. Die van haar heeft een afstandsbediening en is veel sneller. Ach Zoe, dit is een prachtige boot. Zolang je maar plezier hebt. En deze was van je vader. En nu ga jij ermee varen. Bedankt, opa. Jij bent kapitein Zoe. Hoi Zoe. Wacht op ons. Klaar voor de wedstrijd? Ook al is mijn boot veel sneller dan die van jou. Roep dat maar niet te hard, Zinnia. Ik ben kapitein Zoe. Pok, Zinnia's boot is echt heel mooi en hij ziet er heel snel uit. Mijn boot gaat straks echt supersnel. Maak je geen zorgen, Zoe. Jouw boot heeft al heel veel races gewonnen. En hij is weer zo goed als nieuw. Maar er zit geen motor in. Dan kan er dus ook veel minder kapot gaan. De wind en de zee zorgen wel dat hij zeilt. Oké, jongens.
Jullie varen naar het eind van de baai, dan onder de steiger door. En wie het eerst aan de andere kant van de baai is, is de winnaar. Op jullie plaatsen. Klaar. Af. Yay! Hoe komt dat nou? Hij gaat achteruit. Je ligt op kop, Zoe. Yay! Oh, ik hield hem ondersteboven. Zoe, kom op! Zo gaat hij heus niet sneller, Pok. Pok, het touw valt. Het touw is losgeraakt. Goed zo, Pok. Yay! Yay! Maar dat is niet eerlijk. Kom, kom, Zinnia. Jouw boot heeft een motor. Maar Zoe haalt zijn energie uit de wind. Zeevier, voorzichtig, Zinnia. Dat geeft niet, mami. Ik wil nu niet stoppen. Mijn boot kan dat wel. In zijn achteruit, Zinnia. Dan komt hij weer vrij. Oké. Bedankt, opa. Je gaat de verkeerde kant op, Zinnia. Kom op, Zoe. Zinnia ligt een stuk achter. Eindelijk. Oké, Zoe. Wacht maar. Nu ga ik. Ik zie je straks wel, Zoe. Kom op, Zoe. Niet opgeven. We zijn er nog niet. Zinnia, je maakt golven met je boot. Sorry, dat ging per ongeluk, Zoe. Zoe, hij zinkt. Ik kijk niet. Het is een sterke boot, Zoe. Niets aan de hand. Kijk maar. Als jij het zegt, opa. Dat is beter. Hij schommelt niet meer. Phew. Zie je wel? Niets aan de hand. De wind blaast hem alweer verder. Ga zo door. Je doet het goed, Zoe. Sneller! Sneller! Schiet op, boot! Zinnia. Je ligt op kop. Wauw, jouw boot gaat echt supersnel. Kijk, Zack, daar komt hij. Ja! Ik zie hem niet. Ik ook niet. Oh nee, hij zit vast. Vooruit, boot. Vooruit, boot. Hier, Zoe. Bedankt, opa. Het lukt niet. Yay! Ja! Ja! Ik heb gewonnen! Team Zoe, yay! Goed gedaan, Zoe! Mijn boot! Oh, zo te zien heeft Zinnia's boot weer problemen. Dan moeten we haar gaan helpen. Goed idee. Goed gedaan, Zoe. Jij hebt gewonnen. Ja, Zoe. Gefeliciteerd, hoor. Bedankt, Tante Zelda. Zal ik je helpen, Zinnia? Ja, graag. Mijn boot wil niet rechtuit, dus hij kan niet meer naar de kant. Eens kijken, hoe pakken we dit aan? Als we nu eerst die motor eens uitzetten, dan kunnen we je boot misschien naar de kant halen. Ja, opa. Ziezo.
Kan ik nu nooit meer varen met mijn boot? Natuurlijk wel. Ik maak hem wel weer in mijn werkplaats. Echt waar? Echt waar. Maak je maar geen zorgen. Kom mee. Ik heb trek gekregen van al die zeelucht. We gaan gauw naar huis voor een stuk appeltaart. Ja! Yummy! Appeltaart! Opa, wil jij ook van die zeilen maken voor mijn boot? Dan weet ik zeker dat ik de volgende keer ga winnen. Een wintersprookje, deel 2. Dankzij jullie kunnen we nu verder met taarten bakken. Stond je te praten met meneer Zoe? Jullie waren zo lang onderweg. Bisou, wat is er gebeurd? Onze sneeuwschuiver. Hij stond buiten voor de winkel van meneer Zoe. En toen we naar huis wilden gaan, was hij ineens weg. Oh nee, was hij zomaar weg? Ja, maar wees niet bang, we gaan hem nu zoeken. Dat klopt toch? Ja! Doen we! Misschien hebben ze hem meegenomen naar het park. Weet je, Zack, dat is niet eens zo'n gek idee. Er ligt daar heel veel sneeuw en de winterfair kan wel een goede sneeuwschuiver gebruiken. Dan gaan we daar kijken. Kijk, afdrukken. Maar niet van de sneeuwschuiver. Ah. Misschien komen wij van de andere kant. We volgen deze en vragen aan degene van wie de sporen zijn of zij iets weten. Daar, een sneeuwmonster. Dat is geen monster, Zack. Kijk. Voorzichtig hoor, Sue. Kijk, Zack, dat is geen monster. Het is de glijbaan. Dat wist ik wel. Ik deed maar net alsof. Wow, kijk daar eens. Oh, moet je nu eens zien. Wat is dat? Hoe komt dat nu hier? Ik weet wat het is. Het moest een geheim blijven. Mama en haar vrienden maken een speciale verrassing voor de winterfair. Oh, kom. Dan gaan we kijken. Hoi, Mam. En? Wat vind je ervan? Het is absoluut magnifiek. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb het wel koud. Heeft een van jullie heel toevallig een lekker warm drankje bij zich? Nu nog niet. Maar er is straks warme chocolademelk wanneer Zoe's moeder en oma komen. En ze nemen ook taart mee. Is er ook taart? Geweldig. Maar voordat we taart gaan eten, maken we eerst het kasteel af. En de boom moet staan. De boom? Ik heb een grote boom besteld om ernaast te zetten. Maar dan is er minder aandacht voor de taart. Als we de boom nog krijgen. Ik ben bang dat het tuincentrum vandaag niet lukt om hem te bezorgen. Volgens mij zijn zij namelijk ook ingesneeuwd. Maar het winterkasteel is toch geen echt winterkasteel? Zonder een boom. We halen hem met onze sneeuwscha... Oh, nee. Hij is verdwenen. Nee! Maar we gaan hem zoeken. En wij halen jullie boom wel op. Oh, dat is erg aardig. Dat zou fantastisch zijn. Er is niet genoeg ruimte voor ons en de boom. Zack en ik blijven wel hier om te helpen met het kasteel. Goed idee. We kunnen hulp gebruiken. De winterfair begint straks al met zonsondergang. We hebben de boom dus zo snel mogelijk nodig. Als het lukt. We hebben niet veel tijd meer. Wens ons dan maar geluk. Succes! Tot ziens! Dag! Succes! Waar zullen we nu gaan kijken? Natuurlijk, de sporen. Wat is daar dan mee? Als wij sporen achterlaten in de sneeuw, dan heeft de sneeuwschuiver natuurlijk ook sporen achtergelaten. Slim bedacht hoor, Sue. Volgende halte, meneer Zoe. Ik vertel meneer Zoe dat Zack bij Elsie haar moeder is. Oké, opa. Dan speel ik ondertussen voor detective. Hallo. Hallo. We kwamen daar vandaan en stopten hier. En een ander spoor gaat verder de andere kant op. Dag, meneer Zoe. Tot straks op de winterfair. Tot straks. En Sue,
Iets gevonden? Weet ik niet. Een andere auto stond hier. En kijk, dat kan het spoor zijn van de sneeuwschuiver. Dat kan. Maar zo te zien heeft er nog niemand op gereden. Kijk, het spoor is niet diep genoeg. Hij kan toch niet alleen op pad zijn gegaan? Of wel? Dat gaan we uitzoeken. Kijk, opa. Onze sneeuwschuiver. Oh ja. Maar hoe komt hij nou hier? Weet ik niet. Misschien zit de dief wel bij oom Xavier in de winkel. Huh? Hallo, met de politie. Goed, ik wil een melding doen van overlast. Enkele, ik veronderstel van sommige grappenmakers, hebben een berg troep achter mijn auto gebonden. Ja, en ik heb het helemaal mee moeten slepen. En ik ben daar niet gelukkig mee. Nee. Denk je dat die berg troep misschien onze... Dat zou heel goed kunnen, Zoe. Waar gaat dat toch heen met deze wereld? Als iedereen zomaar illegaal zijn afval dumpt in deze gegoede buurt, in het keurige gedeelte van de stad. Niet nu, Zinnia. Ik ben... Oh, een moment, agent. Oom Xavier, ik ben bang dat die bergtroep van ons is. Oh, zeg bedankt voor uw tijd, agent. Ik denk dat ik zojuist zelf het mysterie al heb opgelost. Jouw troep, hè? Nou, dat was dan niet zo slim van je. En zeker niet met deze weersomstandigheden. Maar we hadden... Xavier, ik ben bang dat er hier sprake is van een misverstand. Dat denk ik niet, nee. Dit staat toch zeker als een paal boven water, nietwaar? Ik denk dat jij hem zelf hier naartoe hebt gesleept. En het is geen bergtroep. Het is onze sneeuwschuiver. Wow, die ziet er mooi uit, zeg. Ja, opa en ik hebben die gemaakt. Maar hoe? Ik bedoel, waarom? Ik bedoel, wat... We waren aan het sneeuwruimen. We parkeerden voor meneer Zoe zijn winkel en jij... raakte met dit hier helemaal verstrikt in mijn bumper. En hebt hem weggesleept. En wat zeg je dan, papi? Oh, sorry. Kom op, opa. We moeten de boom ophalen. De boom? Welke boom? De boom voor de winterfair. We moeten opschieten. Het begint bijna. We zien jullie daar. Papi, papi, ik wil een sneeuwschuiver. Ja, liefje. Opa, denk je dat we nog op tijd zijn? Oh, ik hoop het maar, Zoe. De winterfair begint al bijna, opa. Kunnen we nog iets sneller? Daar zijn ze! Oh, nee! Oh, kijk nou toch! Ik denk dat de boom te zwaar is om met de sneeuwschuiver de heuvel op te rijden. Maakt niet uit, opa. Zo te zien is er hulp onderweg. Haha, wat ben ik ontzettend blij om jullie te zien. Ik denk niet dat onze sneeuwschuiver het redt. Dit is wel een hele grote boom. Hij is echt heel mooi. Ik ben blij dat we hem hier konden krijgen. En wij zijn ook heel blij. We hebben iets meegebracht om hem op te tuigen. En om sorry te zeggen voor de problemen die ik heb veroorzaakt. Sorry, Zoe. Het geeft niet door, oom Xavier. Wat hebben jullie daar? De allermooiste sierlikjes van de wereld. Wow! Yeah! En straks is er ook nog vuurwerk. Vuurwerk? Ik hou van vuurwerk. En Omi ook. Mam, pap, waar is Omi? Die was toch bij jou? Hou je vast, Omi. Dit is leuk. Omi, hoera! Hallo allemaal. Hemeltje.
Bootje. Het is echt prachtig, zeg. Je bent precies op tijd voor het vuurwerk. Hoera! Oh, jongens toch. Wat een bijzondere en mooie avond. Mooiste dag ooit. Zoo en de portretten. Mam wil dat we iets leuks gaan schilderen terwijl ze haar ezel klaarzet. Oké, Elsie. Ha, ik schilder je voeten wel. Ik ga jouw oren schilderen. Dat lijken wel olifantsoren, Elsie. Oh, ik ga Pok schilderen. Ik ook. En ik ook. Uh-oh, niet zoveel bewegen, Pok. Wil je graag een portret van jezelf, Pok? Zit dan stil. Nou bewoog hij weer. Pok? Sorry, Pok. Ik weet dat het niet zo goed lijkt. Als je zo op en neer blijft hupsen, dan kan helemaal niemand je ooit schilderen. Schilderen is niet zo makkelijk als ik dacht. Dat is precies wat mam zegt. Ze zegt dat je je echt moet concentreren en je nergens door moet laten afleiden. Zeg dat maar tegen Pok. Kom maar! Kom op, rennen! Daar zijn jullie. Mooi. Alles staat al klaar. Hier zijn wat requisieten. Pak maar iets om vast te houden voor als ik je ga schilderen. Mag ik deze hebben? Natuurlijk, Zack. Zal ik jou eerst doen? Ja. Goed. Ga dan voor mij maar eventjes naast die tafel staan. Want dan kan ik je beter zien. Fantastisch. Kies maar een makkelijke houding uit, want dit kan nog wel eventjes gaan duren. Oh. Wat zo? Perfect. Zo, dan ga ik beginnen. Oeps. Ik leg mijn portemonnee wel daar. Die heb ik straks nodig om yoghurtijsjes te kopen. Yoghurtijsjes? Als ik jullie portretten af heb, dan koop ik voor iedereen iets lekkers. Ja! Ja! Yummy! Blijf stilstaan, Zack. Hoe stiller je staat, hoe eerder je klaar bent. En hoe eerder we klaar zijn, hoe eerder we yoghurtijsjes krijgen. Mmm. Wel, Zack? Ja, ik gleed gewoon uit. Kin iets omhoog. Mooi, blijf zo staan. Heel mooi, Zoe. Blijf maar naar mij kijken. Pok, hou op met afleiden. Jij mag straks. Goed zo. Je bleef stilstaan en je
je liet je niet afleiden. Het laatste portret van vandaag. Ja, en dan krijgen we yoghurtijsjes. Niet bewegen, Elsie. Oh, nee. Oh, het geeft niet, Elsie. Ik heb nog meer bloemen, hoor. Alsjeblieft, lieverd. Bedankt, mam. En niet zo dicht bij je neus houden dit keer. Perfect. We zijn bijna klaar. Jullie hebben het heel goed gedaan. De perfecte modellen. Pok, niet nu. We gaan zo naar buiten om een yoghurtijsje te kopen. Maar misschien kan Pok dan model voor me staan na ons ijsje. Zou je dat fijn vinden, Pok? Mooi, dat is geregeld. Goed, waar is mijn portemonnee? Nee, hij lag toch hier? Ik weet zeker dat ik hem had toen ik begon met schilderen. Zat je er misschien op, mam? Oh. Sorry, die ijsjes gaan helaas niet door. Wil iemand misschien een groot glas sinaasappelsap? Of appelsap, dat kan ook. Nou ja, heel graag. Maar we hebben natuurlijk nog niet heel goed gezocht. Nog niet echt overal. Ja. Laten we doen wat mijn moeder doet als ik iets kwijt ben. Wat doet ze dan? Zij zou vragen waar ik het voor het laatst gezien had. En om het te vinden, precies willen weten wat ik toen deed. Huh? Ja! En mam had haar portemonnee zeker nog toen ze begon met schilderen. Hij lag absoluut hier toen ik Zek schilderde. Dat klopt. Kijk, hij ligt op die tafel. Maar wat is er daarna dan mee gebeurd? Toen schilderde u mij. Kijk, hij ligt op de grond. Hij lag naast mij en ik heb niks gezien. Misschien is die wel gevallen toen ik uitgleed. Dus hij ging van de tafel naar de vloer. En toen? Kijk eens naar mijn portret. Misschien zien we hem daar. Hij is er niet. Heb je hem opgeraapt en hem weggelegd zonder erbij na te denken? Misschien. Een momentje, Pok. We proberen te bedenken hoe het verder ging. Nou, toen ging ik Elsie schilderen. En toen stond ik super stil met dat bosje bloemen. Haha, tot die bloemen in je neus kwamen en je moest niezen. Net als Pok. Door die bloemen moest Elsie niezen. Natuurlijk. Wat is er, Pok? Goed zo, Pok. Je hebt hem weer teruggevonden. Kijk, Pok wist waar hij lag. Ja! Oh, Pok, wat ben je toch een slimmerd. Ik heb mijn portemonnee vast per ongeluk opgeveegd met de rest. Dat is ook suf. Dank u. Zo, lekker. Blij dat je je portemonnee weer hebt, mam. Dankzij Pok. Ga er maar even heel lekker voor zitten, Pok.
Ga er inderdaad maar lekker voor zitten, Pok. Want het kan even duren. Ben je klaar, Pok? Oh. Dat vindt hij zijn beste kant. Eindelijk. Nu is iedereen tevreden. Pok, je moet wel stilzitten.